praten. En er is nu binnen een Delfts studentenkoor ook echt aan het zingen. Dus de sfeer zit er al lekker in. Je ziet het goed. Achter mij is een heuse rode loper. Ik ben namelijk op de openingsavond van het Nederlands Filmfestival. Daar gaat de film Niemand in de Stad in première. Die is geregisseerd door Michiel van Erp en gebaseerd op het boek van Philippe Huff. Het is zijn regiedebuut als speelfilmregisseur. Hij heeft wel veel documentaires gemaakt, bijvoorbeeld over MH17 en een enkele tv-serie, namelijk over Ramses Shaffi. De film speelt zich af in Amsterdam, gaat over het studentenkoor al daar, drie jongens. Het is eigenlijk meer de setting dan ook echt het thema. Het gaat namelijk over volwassen worden, over vader-zoonrelaties. En er zit een pikante scène in met borrelnootjes, die hier ook al op tafel stonden. Wat? Het is een brief voor je. Hij komt uit Spanje. Van je pa. Ik hoef hem niet te zien, die klootzak. Hij is ziek, man. Het is je vader. Ik ben heel benieuwd. Hij kreeg van de Volkskrant in ieder geval al vier sterren. Dus ik neem jullie vanavond mee. Het feest is nu al begonnen, want we staan van achter de bosjes alle mensen te kijken die de rode loper opkomen. Het is fantastisch. Het is wel leuk, want het is natuurlijk een film die gaat over het studentenkoor. En ze hebben dus echt bij de ingang jongens met kratjes bier die je dan eentje aanbieden. Het zijn allemaal muren van bierkratten. En er is nu binnen een Delfts studentenkoor ook echt aan het zingen. Dus de sfeer zit er wel lekker in. De stad. Ik heb hem al gezien, ik ga daar niets over zeggen. Het enige wat ik zeg is dat er weer een blik Nederlandse acteurs, jonge Nederlandse acteurs, wordt opengetrokken. Geweldig om te zien, wat een talent. Ik vertrek over een paar maanden voor mijn laatste kooschappen naar Londen. Maar daarna is dit leven echt afgelopen. Ik ga dood. Straks moet je ineens van alles. Moet je keuzes maken die onomkeerbaar zijn. Wat moet ik doen? Dit is je laatste kans. Dit, hier, dit is het moment. Dit is het leven op open zee, vriend. Niet droog houden. Het is een film die eerst een beetje irriteert. Dan gaat hij raken. Dan schuurt hij ook nog en uiteindelijk ontroert hij wel. Ik lust nu ook geen borrelnootjes meer. Mooi dat er echte seks in zit. Mooi dat er mannen met emoties in zitten. Op een manier die je misschien niet zo heel veel ziet in films. Dat vind ik wel heel fijn. En super ingevuld die hoofdrollen. Chris Peters en Jonas Smulders zijn niet voor niets al een keer Volkskrant talent geworden. En ik gok zomaar dat Minne Kolen, die eigenlijk de echte hoofdrol heeft, dat binnenkort ook gaat zijn. Geheel terecht. Vanaf 4 oktober in de bioscoop, Niemand in de Stad. Ik zeg, gaat dat zien.